dames, leuk jullie weer te zien. Vandaag een training die alleen gericht is op de benen en de billen. Oftewel, we gaan keihard werken en zorgen dat we morgen spierpijn hebben in de bovenbenen en de billen. Als dat niet zo is, heb je niet hard genoeg gewerkt. Nee hoor, dat is niet waar. Maar toch, het is wel lekker als je morgen echt voelt dat je wat gedaan hebt. Ik stel de timer in, nog 20 seconden. En dan gaan we beginnen met de eerste oefening. En de eerste oefening is een gewone squat. Ik ga de oefeningen ook gelijk doen, want ze zijn totaal niet moeilijk. Je kunt ze gewoon volgen, ik weet het zeker. Kijk naar de tijd. Oké, daar gaat de eerste squat. Hop. Dan ga je zo snel mogelijk en zo diep mogelijk naar beneden. En helemaal terug naar boven. Als je naar boven toe gaat, dan knijp je die billen keihard samen. Dus de weg van beneden naar boven, knijpen ze keihard samen. Dan heb je 10 seconden rust. En 10 seconden, dan doen we deze oefening. Squat positie. En dan spring je een klein stukje omhoog. Lukt dat niet, til je hielen op, yes? Dus als je niet wil springen, doe je net als ik hielen optillen. Maar liever maak je een heel klein sprongetje, zonder dat je echt aan de bovenkant van je bovenlichaam heel veel beweging ziet. Yes, til maar op. Ik kan het nog wat zwaarder maken. Wat ik nu doe, is de extra druk te geven op mijn bovenbenen. Maak ik het wat zwaarder voor die bovenbenen. Yes, en pauze. Zometeen gaan we om en om uitstappen, achterwaarts. Rechts naar achteren en links naar achteren. Ja, 3, 2, 1. Dan komt rechts achter, links achter. Dan zak je naar beneden met je knie onder de heuphoogte, zo diep mogelijk. Yes, dus kijk wat voor jou haalbaar is en wat lukt. Kom op, diep naar beneden. Knijp je billen nu constant samen. 3, 2, 1. 1 en rust. Oké, dadelijk 3 keer de leg lift achter. 2, 3 en een smalle squat. Daarna met de andere kant. Komt hij weer. Yes. 1, 2, 3. Laag. 1. Je kunt dit ook springend uitvoeren. Hè? Dus doe je 1, 2, 3. Laag. 1, 2, 3. Laag. 1, 2, 3. Laag. 1, 2, 3. Laag. Maar je doet weer wat. Oké, we gaan een muurtje opzoeken. Dat heb ik niet gezegd, als het er niet is, doe je het gewoon hangend van 90 graden. En daar blijf je hangen. Als je dus geen muur bij de hand hebt, doe je het gewoon zo. Oké, maar dan wel zo diep mogelijk. Ja? Dus zo diep mogelijk blijven hangen. Het liefst dus tegen die muur. En wat ik nu doe, doen we niet. Hè? Geen handen op de bovenbenen. Yes, nu 4 keer rechts side lift en daarna 4 keer links side lift. 2, 3, 4, diep naar beneden. 2, 3, 4, diep naar beneden. 1, 2, 3, 4, diep. 1, 2, 3, kun je ook weer springend uitvoeren. Hè? 2, 3, 4, diep. 1, 2, 3, 4, diep. 1, 2, 3, 4, diep. Yes, en weer een pauze. Oké, dan gaan we de binnenkant van de voeten aantikken. Zo, 1, 2, 3, 4, wissel. 1, 2, 3, 4, wissel. 1, 2, 3, 4, wissel. 1, 2, 3, 4. En dan ga je zo hoog mogelijk optillen, dat je die binnenkant van je beenspier ook meetraint. Yes. En ik hou mijn arm wijd. Maak vuist ervan dat die spieren goed aanspan. En weer pauze. Dan gaan we naar de jog met de knieën zo hoog en hoog mogelijk omhoog. Dus joggen en knieën zo hoog mogelijk. Zometeen heb je namelijk pauze. En ik wil dat je die pauze ook echt verdiend hebt. Dus zorg dat je nu bij de jog het allerlaatste beetje eruit haalt voor ronde nummer 1. En daarna ronde nummer 2. En ronde nummer 3. Sneller, kom op, hoger die knieën. En pauze. Nou, de eerste ronde zit erop. We hebben 8 oefeningen gedaan. En nu heb je dus je pauze verdiend. Ik heb mijn water bij de hand. Ik hoop jij ook, want je weet het. Drinken is het allerbelangrijkste. Hè? Die mag op nummer 1 staan van jouw 3 focuspunten. Of 4 of 5 of 6, hoeveel het er ook al zijn. Maar op nummer 1, yes?
persoonlijk heb ik echt nog steeds heel veel aan die aan de app, aan de water-app. Gewoon downloaden, op je telefoon zetten en dan geef je op z'n tijd een herinnering dat je moet drinken. Want nu ik verlof heb, merk ik ook dat als ik niet in het ritme zit of een ander ritme heb, dat ik daar echt op moet letten. Oké, we hebben 10 seconden. En dan gaan we beginnen. Ja? Met de tweede ronde. Let op, hè. We beginnen met de eerste oefening, dat was een squat. En daar gaan we opnieuw mee beginnen. Diep naar beneden. Voeten een klein beetje naar buiten, op de tenen in ieder geval. En de voeten staan wat breder als de heupen. Ja, je mag echt tot je knieën zakken, hè. Zo diep mag jij zakken. Kom op, zak een beetje dieper. 3, 2, 1. Yes, pauze. Zometeen gaan we naar de squat positie. En dan springen we op, we tillen de hielen op. Squat positie. Oké, opspringen. Op die hielen optillen. Maar in je bovenlichaam zo min mogelijk. Of in je bovenlichaam zo min mogelijk beweging. Steun op je bovenbenen maakt het nog een beetje zwaarder in dit geval. Hè? Goed zo, blijf doorgaan. Laat het branden. In die bovenbenen. En denk daar dan niet aan, hè. Denk aan iets anders. Focus op je ademhaling. Focus op de geluiden om je heen. Maar niet op wat je voelt. Dat werkt alleen maar tegen je. Achterwaarts stappen. Om en op. Die ene. En die andere. En die ene. En die andere. En die ene. En die andere. Fleur is er ook, die wilde niet meedoen met de video. Jammer, hè? En pauze. Yes, gaan we direct naar de leglift achter. 4 keer rechts. En daarna een smalle squat. En daarna 4 keer links. Daar komt, ja? Let op. 1, 2, 3, 4, squat. 1, 2, 3, 4, squat. Fleur, kom dadelijk, maar ik moet hem even opnemen, had ik afgesproken, hè? Squat. Ik had natuurlijk het allerliefste gehad dat ze meededen, maar ze wilden allebei vandaag niet meespelen of opnemen, maar spelen. Ook niet erg. Zoek een muurtje op, ga er tegenaan hangen in een hoek van 90 graden. Of je doet het zo, maar dan echt een hoek van 90 graden. Dat is zo moeilijker als tegen het muurtje, want dan heb je steun voor je rug. Dus als er een muurtje in de buurt is, loop er naartoe, zak naar beneden en blijf hangen. Oh, die voel je branden. Maar wel lekker. Let op dat die knieën de hoek van 90 graden zijn. Yes, dus dat je niet met je voeten te veel onder je billen zit. Maar die knieën in een hoek van 90 graden. We gaan naar de zijlift. Yes, 1, 2, 3, 4, squat. 1, 2, 3. Je mag deze ook weer springend uitvoeren. Hè? Ik pas een beetje op nu met het springen. Het voelt gewoon niet heel prettig meer, laat ik het daar maar op houden. Ik ben nu over 35 weken, dus het schiet wel echt wel op. Dat is wel heel fijn. Yes, pauze. We gaan naar de binnenkant van de benen. Die gaan we aantikken. Let op, vuisten maken. En tel maar op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Ook deze kun je springend uitvoeren. Heb je knieklachten? Niet doen. En zie je wat ik doe? Ik tik mijn kuit aan. Gewoon puur omdat mijn been hier hoger komt. En is dat erg? Nee, want je doet wat je kunt en daar gaat het om. Als laatste gaan we joggen met die knieën zo hoog mogelijk. Yes, kom maar. Til ze op. En ik heb liever dat die knieën zeg maar hoger gaan dan je heup. Hoe hoger ze namelijk gaan, hoe meer en hoe zwaarder je het maakt voor jezelf. Dus hoe meer effect het uiteindelijk heeft op jouw lichaam. En op jouw training. Dit is de laatste oefening. Hou hem nog 4 seconden vol. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En we hebben weer een pauze. Neem een slok drinken. En we gaan dadelijk de laatste ronde inzetten. En de laatste ronde betekent alles geven. Dat weet je. Niet een klein beetje minder als deze ronde. Maar juist een klein beetje meer. Zo, lekker. Oké, nog 30 seconden voor de volgende ronde. Ik hoop dat jullie het weer lekker vinden. In ieder geval lekker
tussen twee aanhalingstekens. Hè? Want als je eenmaal bezig bent, is het heerlijk. En vooral als je klaar bent, dan is het gevoel wat je hebt heerlijk. Dan heb je echt het gevoel van yes, ik heb het weer gedaan. En daar gaat het om inderdaad. Het gaat erom dat je het doet. Of je nou zin hebt of niet, je moet het gewoon doen. Oké, laatste 10 seconden jongens. En dan gaan we beginnen met de derde, maar wel de laatste ronde. Zet hem op, hè. Kom op. 5 seconden. Squatpositie. Here we go. Je weet het wel, de weg naar boven knijp je die billen aan. Je gaat zo diep mogelijk naar beneden. Normaal zou ik zeggen, als je in de groep bent, misschien gaat je buurvrouw veel dieper, maar dat geeft niks. Het gaat om jou. Het gaat dat jij doet wat je kunt. Zometeen springend vanuit de squatpositie. Of als je niet wil springen of kunt springen, dan je hielen zo hoog mogelijk en zo snel mogelijk optillen. Maar ik beweeg niet in mijn bovenlichaam. Dan voel ik branden in die bovenbenen. En dat is goed. Dat is oké. Okay. Daar doen we dit voor. Yes, focus op je ademhaling. Adem rustig in. Adem rustig uit. Yes, pauze. Zometeen achterwaarts stappen. Om en om de lunge. Oké, daar ga ik. Om en om. Hop. 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 Zorg dat de achterste knie onder de heup blijft. En als je veel last hebt van je balans of hè, van je evenwicht, dat je nogal op onstabiel staat, zet hem een beetje zo schuin naar achteren, dat je wat breder uitvoert. Dan sta je altijd steviger. Pauze. Na de lunge gingen we naar de leg lift achter. Ja, maak je klaar. 3, 2, 1, squat. 3, 2, 1. Wat ik nu doe is mijn billen keihard samenknijpen. Ik kan niet springen. Dus ik ga extra focussen op mijn billen. Ik hou mijn been ook helemaal gestrekt naar achteren. Zie je dat? Hop, hop. Strekt en knijpt die billen bij elkaar. Een muurtje opzoeken. We gaan hangen. Oké? Okay? Hoek van 90 graden als het kan. En naar zijden. Tweede ronde op de bovenbenen. Je mag ze gerust op je borst houden. Naar voren. Naar boven. En druk je hielen in de grond. Yes, druk ze in de grond. Kom op. Yes, pauze. Wauw. Gaan we door met de side lift. Naar de ene kant en naar de andere kant. 4 keer. Alright. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2. Ook nu knijp ik echt mijn billen keihard bij elkaar. Zo hard mogelijk. Want alleen dan heeft het echt superveel effect voor die billen. En die heupen. Daar gaat het om, hè. Springen mag, hè. Gewoon doen. We gaan de binnenkant van de benen aantikken. En als laatste dadelijk gaan we joggen met knieën omhoog. Doe maar rust mee. Komt die aan, hè. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maar we zijn er klaar dan, hoor. Je mag nog even meedoen. Of wel lopen, we zeggen. Yes, we zijn er ook echt bijna. De laatste minuut is al ingegaan. Oftewel, de laatste halve minuut begint nu. 10 seconden rust en daarna joggen. Die knieën zo hoog mogelijk omhoog. De uitdaging voor jou? Deze ronde nog wat hoger als net. Oké? Okay? En ik zie nu al die big smile op jouw gezicht. Dat je trots bent op jezelf. Yes, ik kan wel zeggen, you did it. En hoe? Goed gedaan, dames. Dit was de training van vandaag. We hebben de billen, ik zet hem even uit. We hebben de billen, de bovenbenen, de heupen. Super goed aangepakt. En je weet het, deze video kun je over en over en over en overnieuw doen. En elke keer als jij hem doet, kun je hem nog een klein stukje zwaarder maken. Ik ben uit adem, dus dan heb ik het goed gedaan. Ik hoop jullie snel weer te zien. Heel veel succes. En voor vragen kun je altijd bij me terecht, hè.
Ilse van Hulten. Nee, sorry. ilsesuperfoods@outlook.com. Gewoon mailen. Geef niks. Of stuur me een WhatsApp berichtje. Ik reageer zo snel mogelijk. Yes? Ik zeg weer tot de volgende keer. En super bedankt dat je weer mee hebt gedaan. Doei doei! Zeg je? Dat mag toch ook? Maar dat is toch niet erg of wel? Ja. Oh nee, kom maar aan. Ik zal eens even kijken.